Goedemorgen. Ik open deze vlog iets anders. Deze opening is niet van deze officiële dag. Dit komt omdat gisteren, de vlog van gisteren, heb je misschien al kunnen zien. Maar er is dus iets misgegaan met een druppel olie op mijn microfoon. Waardoor een deel van de vlog zonder geluid is. En ik heb besloten om dat deel er niet in te doen, omdat het niet zoveel toevoegt. En daarom vallen jullie vandaag midden in een vlog waar ik net uit mijn werk kom en vertel dat ik bij mijn ouders ga eten. En dat ik er dus achter ben gekomen dat ik geen geluid meer onder mijn vlogs heb. Super balen en vervelend, maar niet onoverkomelijk. Verder heb ik jullie gisteren in de vlog ook nog wat dingen verteld over wat probleempjes en wat jullie aankomende week van mij kunnen verwachten. Heb je dat niet gezien, dan zou ik je even aanraden om de vlog van gisteren te bekijken, zodat je een beetje weet hoe het momenteel zit. Ik hoop dat jullie het toch nog leuk vinden en bedankt voor het kijken alvast. Ik zit thuis op de bank en ik heb echt een schokkende ontdekking gedaan net. Er is iets met mijn telefoon. Ik ben echt een beetje lichtelijk in paniek, want ik weet niet hoe ik dit op moet lossen. Maar alle beelden die ik gisteren heb opgenomen en vandaag zijn geluidloos. En dat komt dus, dat ben ik nu achter, op het moment dat ik met de voorkant film. Sorry, ik zal even de muziek wat zacht zetten ook. Als ik met de camera aan de voorkant film, dan doet de microfoon het niet. Maar film ik met de camera aan de achterkant, doet de microfoon het wel gewoon. Maar ja, ik heb het grootste gedeelte dus met de camera aan de voorkant gefilmd, want ik film vaak mezelf. En nu zie ik bijvoorbeeld niet hoe ik in beeld ben. Oh shit, hé. Alles van gisteren heeft gewoon echt super, 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 super zacht geluid. Je kan echt bijna niet horen wat ik zeg. Hoe moet ik dat oplossen? Oh, hoe kan dat nou? Maar ja, ik ben dus terug van het werk en we gaan zo bij mijn ouders eten. Ik weet even niet hoe ik dit moet doen, jongens. Hoe kan dat nou? Dat kan dus niet. Dat is toch ook raar dat hij bij de achterste camera wel doet en bij de voorste niet. Ik heb ook al gezocht naar instellingen of zo, maar dat kan ik zo snel even niet vinden. Nou ja, in ieder geval, ik hoop dat ik mezelf nu goed film, want ik zie het niet. Maar voorlopig moet ik het dus even zo gaan doen. En voor de vlog van gisteren ga ik heel hard nadenken of ik daar iets aan kan doen. Of... Oh. Echt dikke pech dit. Er ligt een camouflagekleed over de auto. Ik is niet zo... Blijf je aan? Camouflage kleed. Nee, dat die auto is gewoon heel vies. Ja, ja. Wat gaan we eten? Groenten? Wow, hoeveel? Waarom zoveel? Voor de cheers. Oh. Cheers voor papa. Ja. Ja. Leuk hè? Heeft omi gisteren of eergisteren verteld. Kijk, it's a pussy. Hi. Oh, ben je bang voor mij? Oh nee, ik moet ook je op je buik kribbelen. Je kan op je buikje kribbelen. Ja, poppet. Niet zo lief bosje. Ik heb ook nog een spannend verhaal over de buurvrouw. Nou? Ze had dus een cavia. Oh, die weggelopen. Nee, die had ze teruggebracht naar de dierenwinkel, want ze vond toch dat ze er te slecht voor zorgde. Weet je, ze vond hem toch gewoon niet leuk genoeg meer. En nu heeft ze dus, had ik van de week een foto gestuurd, dat hij, dat is stom, maar nu zit ik te denken, wat moet ik nou doen? Want ik zit verhaal te vertellen, willen mensen dat ook horen of willen mensen dat niet horen? Ja, maakt toch niet uit. Maakt toch niet uit? Nee, hoi. Nee, maar ze had dus, hoi Nikje. Oh, ga je mouwen naar mij? Heerlijk. Oh shit, nou ben ik natuurlijk. Ja. Ik moet gaan patsen ook. Oh, gunst, kijk nou. Sophie, dat is echt geen momenten vroeg. Nou, maar eerlijk ik gezegd, was ook gewoon vergeten dat ik hem had. Dat was ik gewoon. Oh, wacht. Het gaat helemaal mis hier. Veel punten zitten er niet meer in het spel. Ja. Da-ba-da-ba-da. Echt. Feeling groovy. Oh, ik pas. Nee, toch niet. Goed zo.
Nee, toch. Doe nou maar eventjes die rode 2 opleggen dan. Ja! Nee, ik zei die rode 2 opleggen dan. Vies, vuil, rotwijf. Nee, jullie mogen nog hoor. Ik heb er nog één. Oh, ja, potverdorie. Ja, kan. Dat kan ik nog niet. Wie hebt dan die... Ja, ik... Ik heb echt heerlijk gegeten bij mijn ouders. Het is nu, denk ik, 10:45. We hebben Temptation Island teruggekeken. Maar ik dacht dus, ik was het verhaal aan het vertellen. En over de buurvrouw. Want de buurvrouw had dus een cavia, maar ze vond het zielig. Want ze gaf hem niet zoveel aandacht en hij was maar alleen. Dus had ze die cavia teruggebracht naar de dierenwinkel. En die stuurde ik dus... Wanneer was ik met Birdie? Woensdag stuurde ik een foto in de dierenwinkel van de cavia... Met nog een ander. En toen zei ze, oh, hij heeft een vriendje. En toen had ze dus 's avonds tegen haar vriend gezegd van, oh, ik wil hem terug. En nu is haar vriend gewoon vandaag die cavia terug gaan halen met dat vriendje erbij. Dus nu heeft ze gewoon 2 cavia's. Bizar verhaal. Maar dat was dus het verhaal dat ik aan het vertellen was. Het is echt, maar het is wel echt heel schattig. Ik heb die cavia ook wel gefilmd toen ze hem net kreeg. Toen was die echt nog mini. Nu is het echt al huge. Maar het is wel heel leuk. Nu is het 2 cavia's, een kat en dan komt er straks nog een kitten. En dat in dit kleine huis. Ik zei ook tegen Nick, ik zeg al 3 maanden dat ik een kat wil. En ik krijg hem niet. Zij zegt 1 keer dat ze de cavia terug wil en ze krijgt er 2. Nou ja, ik ga lekker slapen. Morgen weer werken. Het is zo apart om nu andersom te moeten vloggen, zeg maar. Om mezelf niet te zien. Dus ik hoop dat ik goed film. En anders hoop ik dat ik het snel leer. Bedankt voor het kijken. Welterusten. Tot morgen. Goedemorgen, middag of avond. Dat ligt er een beetje aan wanneer je deze vlog kijkt. Ik begin deze vlog iets anders dan normaal.